Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 11 van de Eredivisie. En gaan we natuurlijk wedstrijden voorspellen voor de volgende speelronde. Maar er is ook KNVB-beker geweest. Eerst gaan we even kijken naar die inhaalwedstrijd van PSV tegen Arsenal voor de Europa League. Dat werd 1-0. FC Eindhoven won met 1-0 van Willem II. Dordrecht verloor met 0-3 van FC Groningen. ADO 20 Emmen werd 1-1 en na verlenging won Emmen. De Treffers zorgden voor een stunt en wonnen met 2-0 van RKC. Rijnvogels Cambuur werd 0-3. Hercules tegen NAC werd 0-1. FC Utrecht won gemakkelijk van Sportlust met 0-3 en Sparta won bij OFC met 1-3. Dan gaan we kijken naar de uitslagen in speelronde 11 van de Eredivisie. Feyenoord Fortuna werd 1-1, RKC tegen Ajax werd 1-4, Vitesse tegen FC Emmen werd 2-1. Excelsior won met 2-1, verrassend van AZ. Cambuur Twente werd 0-1, Groningen tegen PSV werd 4-2. NEC speelde maar weer eens gelijk voor de verandering tegen Go Ahead Eagles met 3-3. FC Utrecht Sparta werd 3-1 en Volendam tegen Heerenveen werd 1-3. Dan is dit op dit moment de ranglijst in de Eredivisie. Ajax staat bovenaan met 28 punten. Dan komt PSV met 24 punten. Ook Feyenoord heeft 24 punten. AZ staat vierde met 23 punten. Dan komt Twente met 22 punten. Sparta en Heerenveen hebben 17 punten. Dan komt Utrecht op de achtste plaats met 15 punten. RKC staat negende met 14 punten. Dan komt Excelsior met 13 punten. Fortuna staat elfde met 12 punten. NEC, Vitesse en Groningen hebben 11 punten. Go Ahead Eagles staat 15e met 10 punten. Cambuur 16e met 8 punten. En Emmen en Volendam hebben 6 punten. Dan is er normaal een voorspellers top 8. Maar omdat er zoveel mensen op plaats 7 stonden, heb ik er even een top 6 van gemaakt. Overigens wil ik nogmaals zeggen dat op het moment dat je een uitslag wilt bewerken, zet dan gewoon een nieuwe uitslag eronder of verwijder je hele oude uitslag en, en zet er dan een compleet nieuwe reactie neer. Want daardoor kan ik zien wanneer je hem hebt gepost. We hebben ook een grapjas gehad die dacht van laat ik gewoon alles even bewerken waardoor ik alle bekeruitslagen goed had. Dat is dus niet de bedoeling, dus die heb ik ook niet meegeteld. En ik zag het bij meerdere van jullie staan. Dus probeer het gewoon niet te bewerken, maar gewoon of eronder te zetten of je eigen reactie verwijderen en een compleet nieuwe reactie te schrijven. Jurgen heeft heel goed gescoord. Die staat nu echt ruim bovenaan met 99 punten. Dan komt Lars op de tweede plaats met 91 punten. Ikzelf sta samen met Games for the Gamers op de derde plek met 90 punten. En Kars en Joey staan vijfde met 89 punten. De volledige stand is te vinden in de beschrijving. En Julian is de weekwinnaar geworden. Die had veruit de meeste punten gehaald. Dan gaan we naar de Europese wedstrijden die we gaan voorspellen. We beginnen met Ajax tegen Liverpool. Dan ontvangt PSV Arsenal. AZ moet uit naar Liechtenstein tegen Vaduz. En Feyenoord speelt uit tegen Sturm Graz. Dan gaan we naar een semi-halve speelronde van de Eredivisie. Blijkbaar hebben Ajax en Feyenoord hun wedstrijd laten verplaatsen voor de Europese wedstrijden. Heerenveen moet thuis tegen Utrecht. Dan ontvangt Sparta op het kasteel Fortuna. Go Ahead Eagles moet thuis tegen Excelsior. FC Emmen ontvangt FC Groningen. FC Twente moet thuis tegen RKC Waalwijk. PSV ontvangt NEC. En AZ mag thuis tegen FC Volendam. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Adios, amigos!